Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag in deze video heerlijk pokeball eten. Die heb ik net besteld. Met zalm, garnaal, rijst, avocado, komkommer, krab en zeewier. Ook heb ik nog extra lumpiaatjes erbij. Nieuwe lumpiaatjes. Die vind ik gewoon heel erg lekker. En ondertussen ga ik wat vragen van jullie beantwoorden. Ik had op Instagram een sticker geplaatst met of jullie nog vragen hadden. En ik had wel een beetje het idee dat jullie bepaalde vragen al hadden. Want die kreeg ik soms wel eens in mijn DM of onder mijn video's. Dus ik dacht, het wordt wel weer eens tijd om een Q&A, een video, een levensupdate te filmen voor jullie. Ik ga eerst even lekker mijn pokeball in een losse bak doen. Want dit zit altijd zo vol dat ik dit echt niet kan mengen. Maar kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Ik maak mijn pokeball altijd een beetje gek. Nou, een beetje gek. Ik bereid hem altijd een beetje gek, want mijn gefrituurde garnaal knip ik altijd met een schaar. Ik heb ook nog extra sojasaus gepakt, want echt de mensen die mij kennen, of misschien ook als je me niet al kent, maar die weten gewoon echt dat ik zo'n zoutverslaving heb. Ik vind zout zo lekker. Gooi ik overal overheen. Maakt me niet uit wat het is. Pizza, pasta, groenten. Ik gooi overal zout overheen. En sojasaus is natuurlijk ook lekker zout. Avocado wordt hier ook altijd in grote blokken bezorgd. Dus die knip ik ook eventjes. Echt een tip. Het gaat zoveel makkelijker dan snijden. Eerst even een hap nemen en dan ga ik de vraag erbij pakken. Eens even kijken wat jullie allemaal willen weten. Best wel veel vragen ook over mijn werk bij Alex. Of ik dit voor altijd wil blijven doen. Of ik daar een opleiding voor gevolgd heb, wat nou precies mijn functie daar is. Maar daar moet ik jullie ook een kleine update over geven. Misschien dat sommigen het wel hadden zien aankomen, sommigen niet. Ik weet niet precies, maar ik ben dus sinds nu 2 weken gestopt bij het werken bij Alex. Ik werkte daar als store manager in de store in Den Haag. Ze hebben in totaal 5 winkels en ik werkte in Den Haag. Als store manager, ik vond het team echt super leuk. Ik vond het merk heel erg leuk. De mensen, zeg maar, gewoon alles klopte. Alleen, het was echt super rustig en ik was een baan gaan zoeken om naast YouTube te doen en Insta. Want YouTube en Insta zijn mijn hoofdinkomen, zeg maar. Dus ik wilde daar heel graag wat naast gaan doen. En toen werd Alex dus geopend in Den Haag. Dus toen dacht ik ook, oh, het lijkt me wel heel erg leuk. Ik wilde eigenlijk 3 dagen gaan werken. Maar voor store manager zocht ze echt iemand voor 4 dagen. Dus toen ben ik 4 dagen gaan werken, 32 uur. Op een gegeven moment maakten we te veel personeelskosten. Dus ben ik toch een uur of een dag minder gaan werken, 3 dagen. Maar ik ging dit werk doen omdat ik echt meer voldoening uit een dag wilde halen. En gewoon heel veel tijd over had naast YouTube en Insta. En met die tijd wilde ik iets. Dus toen ben ik dus daar gaan werken. Alleen het was er zo rustig. Soms komen er 3 mensen op een dag binnen. Ik haalde daar ook gewoon de voldoening niet uit. Dus ik dacht, ja, ik kan hier wel blijven nu omdat ik het team zo gezellig vind en het merk zo leuk. Maar ik kan ook gewoon verder gaan kijken naar iets anders waar ik wel mijn voldoening uit haal. Want ik ben het gaan doen om meer voldoening eruit te halen. En dat had ik daar ook niet. Dus ik vond het wel heel erg jammer. Maar ik dacht van, ja, ik ben dit gaan doen om meer voldoening aan het eind van de dag ergens uit te halen. En dat heb ik hier ook niet. Dus wat doe ik hier dan eigenlijk? Ik merkte ook dat mijn YouTube en Insta er echt heel erg onder gingen lijden, zeg maar. Mijn weekvlogs bestond eigenlijk alleen maar uit werken. Extra video's had ik geen tijd voor. Want als ik s'avonds thuis kwam was het donker. Of ging met die meiden wat doen. Of weet ik veel wat. Zeg maar, ik had 3 vrije dagen in de week. En die 3 vrije dagen wilde ik gewoon besteden aan leuke dingen doen. En mijn vrienden zien. En die meiden zien. En familie zien. En daardoor kwam ik gewoon heel erg in de knoop met YouTube. Of bijvoorbeeld samenwerkingen. Wat ik dan niet op tijd afkreeg. Omdat ik van 10 tot 6 moest werken. Dus ja, ik ben helemaal excited om weer lekker veel met YouTube en Insta bezig te zijn. Ik heb natuurlijk ook dat kantoor met Zoe, waar ik amper geweest ben. Omdat ik dus gewoon aan het werk was heel de tijd. Maar daar wil ik nu ook lekker veel naartoe, lekker veel content maken. Dus ik denk dat het alleen maar goede keuzes geweest om uiteindelijk te stoppen. Ik snap zo niet hoe mensen in een eentje mukbang filmen. Kijk, als je met 2 mukbang filmt, is de een aan het praten en de ander aan het eten. Maar nu moet ik het allebei zelf. Ook best wel veel vragen over mijn relatie, over hoe ik mijn vriend heb ontmoet, hoe lang we al samen zijn, of die in de vlog komt, wanneer we een keer een video samen gaan opnemen. Ik heb nu 1.5 jaar een nieuwe relatie. Ik hou het best wel stil op YouTube, omdat ik vind het eigenlijk wel heel erg fijn om dat gewoon lekker privé te houden. Tuurlijk zet ik wel eens wat op Insta, of noem ik zijn naam, of weet ik het wat. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker dat hij gewoon niet zo voor de camera hoeft te zijn en wild zijn. Dus voorlopig zitten er geen video's met Stan aan te komen of in de vlog. Ik denk dat we daar allebei niet heel erg veel behoefte aan hebben. Dat we het juist wel lekker vinden. Dat we gewoon lekker samen ons leven hebben. En
niet heel de wereld daarvan kan meegenieten. Want je hoort ook steeds meer mensen, bijvoorbeeld een Anna Nushin, die heeft nu een nieuwe relatie. Die zegt ook van, ik wil het gewoon lekker privé houden. Als je alles online gaat gooien, dan werkt niet. Zoveel mensen weten van je relatie af. Er zijn mensen die je relatie waarschijnlijk niet leuk gaan vinden. Gaan zitten stoken, weet ik veel wat. Dus ik vind het zoals het nu gaat gewoon prima. En we hebben het heel erg gezellig, heel erg leuk. Dus ja, dat. Ook best wel wat vragen ertussen over Fiora. Wat ik daarmee ga doen wanneer er een nieuwe collectie online komt. Voor de mensen die het niet weten, ik had mijn eigen webshop Fiora. Ik ben daar ooit mee begonnen toen ik gestopt ben met HBO. Toen ben ik begonnen met hoodies en sweaters zelf ontwerpen en die te verkopen. Toen, een half jaar daarna, was het zomer en toen ben ik badkleding gaan verkopen, badpakken. En toen, die zomer daarna, ben ik ook badpakken en bikinis gaan verkopen, maar dan van gerecycled plastic. Soms mis ik het nog wel heel erg, want ik heb er dit jaar, het afgelopen jaar, niks mee gedaan. En dat komt omdat Fiora was eerst van mij alleen, helemaal mijn eentje deed ik dat. En toen bij de laatste badpakken collectie, zeg maar, een bikini collectie, werd het gemaakt van recycled plastic. En dat werd gemaakt door de tante van mijn ex. En zo is hij er eigenlijk een beetje bij ingerold in een bedrijf. Toen is het ook een VOF geworden in plaats van een eenmanszaak. En toen ging het uit. En we hadden dus ooit de afspraak met elkaar gemaakt van of we gaan hier samen mee verder of allebei niet. Dus toen is de keuze gekomen eigenlijk dat heel gewoon klaar was. In ieder geval die VOF samen. Ik vind wel dat die naam nog bij mij hoort. Want die naam is op mijn naam en mijn achtergrond en zo gebaseerd. Dus stel dat ik er ooit nog iets mee wil doen, zou ik eventueel wel de naam behouden, denk ik. Of er een andere draai aan geven. Want ik vind wel gewoon een leuke naam en er zit wel een verhaaltje achter. Ja, ik vind het lastig. Want aan de ene kant lijkt het me heel leuk om weer zoiets te doen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, er bestaan nu zoveel online webshops en je moet zo origineel en creatief blijven, zeg maar, om eruit te spatten. Ik vond vooral de social media kant heel erg leuk ervan. Dus de foto's maken, Instagram bijhouden, dat soort dingen. Website bijhouden, website maken. Dus misschien dat ik in de toekomst gewoon meer die kant op wil dan echt een eigen webshop. Maar meer de creatieve kant, dat ik dat ben voor bedrijven, zeg maar. Dus ja, daar ben ik nu ook wel een beetje naar aan het kijken van, oké. Ik ben nu gestopt met werken. Ik heb nu weer heel veel tijd over. Wat wil ik daarmee gaan doen? Wat wil ik later gaan doen? Wat kan ik nu alvast gaan doen voor de baan die ik later wil? Een beetje op die fiets. Maar het is gewoon lastig. Want ik weet gewoon niet wat ik over 20 jaar ook nog leuk vind. En wat er voor 20 jaar nog relevant is. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat hij gewoon niet heel goed weet wat hij met zijn toekomst wil en moet en dat. Want ik was laatst toevallig naar de pedicure. En voor de mensen die mij al heel lang volgen, die weten dat ik de opleiding algemeen schoonheidsspecialist heb gedaan. En toen zat ik daar en dacht ik, oh, dit vond ik eigenlijk ook altijd wel leuk. Ik heb gewoon zoveel verschillende dingen dat ik leuk vind. Bijvoorbeeld schoonheidsspecialist lijkt me ergens nog steeds best wel leuk. Social media beheer lijkt me leuk. Websites bouwen, wedding planner, interieurdesigner. Er zijn zoveel dingen die me leuk lijken. Dat ik denk, ja, Fleur, je moet wel een keer een keuze gaan maken in je leven. En je in één punt verdiepen. En niet de hele tijd maar van alle walletjes wat. Ja. Waar haal je momenteel echt je geluk uit? Nou, ik word gewoon sowieso heel erg blij van dit lekkere weer. Gewoon van de zon, van zomer. Gewoon lekker buiten kunnen zijn, zeg maar. In de winter zou ik heel graag naar buiten willen. Maar als het regent, ja, ik ga niet naar buiten. En nu als ik naar buiten wil, kan ik naar buiten, want het is lekker weer. Dus daar word ik sowieso al heel erg blij en gelukkig van. Ik word heel erg blij en gelukkig van de mensen die ik nu om me heen heb. Gewoon leuke, lieve vriendinnen. Leuke vriend. Hij heeft leuke vrienden. Weer nieuwe mensen erdoor leren kennen. Wat nu ook weer vriendinnen van mij zijn. Ja, ik weet het. Ik vind het gewoon heel gezellig. Zeg maar, overal waar ik ben, daar geniet ik heel erg. Heb ik het heel erg naar mijn zin. Ik vind het heel erg leuk om naar feestjes te gaan. Vooral feestjes overdag. Gewoon kleine festivals of zo. Want uitgaan 's nachts echt niks meer voor mij. Ik ben zo snel moe. Klinkt nu echt als een oud wijf. Maar oké. Vakantie gaan, foto's maken. Ik word gewoon van best wel veel dingen blij eigenlijk, denk ik. Gewoon ook als ik zie dat andere mensen om me heen leuk hebben, dan word ik ook blij. En van lekker eten word ik ook echt heel blij. Ik heb ook heel erg veel vragen gekregen over mijn eten en mijn sporten. Hier bijvoorbeeld eentje, heb je iets veranderd aan je eet/sportpatroon? 2 jaar geleden was ik gewoon iets zwaarder, niet dik, maar gewoon een stukje zwaarder dan dat ik nu ben. En ik zat daar gewoon altijd mee. Ik vond het gewoon wel chill. En op een gegeven moment is gewoon, denk ik, die knop omgegaan bij mij. Dat ik niet meer elke dag chips kon eten en elke avond een pokeball kon eten. Want die bouw had ik niet om dat elke dag te kunnen eten. Dat is natuurlijk ook helemaal niet gezond voor je. Dus toen ben ik begonnen met gewoon meer gaan sporten en meer proteïne eten. En gewoon opletten met wat ik binnenkreeg, zeg maar. Toen merkte ik wel
dat ik daar verandering in zag, dat ik viel wel af en ik zag wel dat mijn spieren meer werden. Het ging niet snel genoeg in mijn hoofd. De vakantie kwam er bijna aan. Ik wilde gewoon nog eventjes iets dunner zijn. Dus toen heb ik een dieet gevolgd, die ik niet per se zou aanraden, omdat het niet heel gezond is. Maar dat heeft wel weer geholpen. En toen het afgelopen half jaar heb ik het sporten best wel verwaarloosd, omdat ik dus weer veel werkte en gewoon na werk geen energie meer had om te sporten. En voor werk, ja, ik ga niet om 7 uur 's ochtends in de sportschool staan. Zo fanatiek ben ik ook weer niet. Maar nu heb ik natuurlijk weer alle tijd, dus wil ik het sport weer lekker gaan oppakken. Ik wil eigenlijk gewoon elke dag iets qua beweging doen. Al is het een rondje lopen, een rondje hardlopen, naar de sportschool. En ik let gewoon een beetje op mijn eten qua, bijvoorbeeld avocado is gezond. Maar er zitten ook veel vetten in, dus jij moet niet elke dag een avocado eten omdat je denkt dat het gezond is. Ik at gewoon in het begin best wel veel rijst met kip, overdag kwark met fruit, smoothies, bananenpannenkoekjes. Ik heb best wel mijn eten en sportpatroon aangepast vergeleken met 2 jaar geleden. Maar ik ben er alleen maar heel erg blij mee dat ik dat heb gedaan. En het is echt niet zo dat ik er elke dag super erg op let, want de meeste mensen weten ook wel waarschijnlijk als je net een vriend hebt, dan is het gewoon heel gezellig om eventjes wat te gaan eten of ze een filmpje kijken en snacks halen. Dus ik eet ook echt nog wel veel chips en ongezond. En gisteren lekker McDonald's gegeten met dan, maar ik zit nu weer een pokebol te eten. Dus het is gewoon een beetje balans zoeken, zeg maar. Je kan niet elke dag gezond eten, maar je kan ook niet elke dag ongezond eten. Ik denk dat je gewoon vooral heel erg een balans voor jezelf moet vinden en gewoon gerechten moet gaan vinden die je lekker vindt, die ook makkelijk te maken zijn. Want ik heb echt geen zin om elke dag een uur in de keuken te staan 's avonds. Je moet gewoon zo makkelijk mogelijk voor jezelf maken, vind ik. En als jij in de sportschool staan haat en dat niet leuk vindt, zoek dan iets anders. Misschien padellen wel heel erg leuk, of zwemmen, of hardlopen, of pilates. Alle sporten zijn oké. Okay. Hoe edit jij je Insta-foto's? Nou, dat kan ik even snel laten zien. Ik gebruik deze app, Lightroom. Ik ga nu niet helemaal laten zien hoe ik een foto bewerk, maar ik kan het wel even snel. Hier bijvoorbeeld een foto van de Ibiza-shoot. En dan heb je hier het kopje met licht en daar heb je gewoon allemaal belichting. En vaak doe ik schaduw wat omhoog, zwarte tinten wat omhoog, hooglichten wat naar beneden. Doe ik af en toe een beetje met de kleuren spelen. En dat is het eigenlijk wel. Ik doe niet heel erg veel bij mijn foto's. Soms gebruik ik nog deze app. Deze. Ik weet niet of jullie dat goed zien. Deze. Daar heb je allemaal filters voor over je foto heen. En InShot gebruik ik om video's aan elkaar vast te plakken. Dus bijvoorbeeld voor een reels of een... Neem je elke samenwerking zomaar aan of kijk je wel of het echt bij je past en of je het gaat gebruiken? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik net begon met YouTube, dus dat is echt 4 jaar geleden, toen kwam mijn eerste samenwerking binnen. Het was een spelletje dat je zo'n beetje in je mond moet doen. Moet je woorden gaan uitspreken en dan moet de ander raden wat het is. Toen dacht ik, oh my god. Eerste mailtje, een bedrijf dat wil samenwerken, super leuk, bla bla. Maar zoiets zou ik nu nooit meer aannemen. Kijk, toen was ik gewoon mega enthousiast dat ik een eerste samenwerking had. YouTube deed ik gewoon als hobby. Ik vond het gewoon leuk om video's te maken. Ik had nooit verwacht dat ik daar gratis spullen mee zou kunnen krijgen of geld mee zou kunnen verdienen en zou kunnen leven. Dus dat toen binnenkwam, dacht ik echt, oh my god. Maar nu kijk ik wel gewoon echt heel erg goed of er iets binnenkomt. Bijvoorbeeld laatst was er ook een kledingmerk dat wilde samenwerken. Toen zei ik ook, ja sorry, maar ik zie mezelf hier gewoon niet in lopen. Dus ik kijk er wel heel erg goed naar. Maar ik denk dat bedrijven tegenwoordig ook wel meer kijken wie ze bij hun merk vinden passen voordat ze ons benaderen, zeg maar. Want ja, ons Instagram is natuurlijk eigenlijk gewoon ons reclame dingetje van onszelf. Dus ja, stel ik loop alleen maar op hoge naald hakken en weet ik het allemaal. En een bedrijf kijkt op mijn account dat een sneakerbedrijf is. Ja, die gaan mij dan geen berichtje sturen, denk ik. Dus ik denk dat bedrijven er tegenwoordig ook wel weer meer zelf naar kijken. Zelf heb ik ook wel zoiets van, als het niet bij me past, dan past het niet bij me. En ik denk dat ik nu alleen maar samenwerk met merken die wel echt bij me passen. En die ik ook, waar ik soms bijvoorbeeld zelf ook wel eens bestel. Of stel dat ik geen samenwerking meer met zou hebben, zou ik daar ook alsnog blijven bestellen. Dus ja. Als je nog maar kleren van één merk zou mogen kopen, welk merk zou dat dan zijn? Nou, als de Zara ook meetelt als merk, dan sowieso de Zara, want het is gewoon vaak wel lekker betaalbaar, vaak nieuwe collectie. Enige nadeel is wel dat heel half Nederland er al in loopt, maar oké. Okay. Als Zara ook een merk zou zijn, dan de Zara. En anders, ik denk toch Alex. Ik weet, dat zeg ik niet omdat ik er nu gewerkt heb, maar ik vind Alex nog steeds gewoon echt super leuk. En elke keer als er dingen binnenkwamen, dacht ik, oh dat is leuk, dat is leuk. En ook niet iedereen loopt daarin. Dus als Zara geen merk is, zou ik denk ik zeggen Alex. Ga je samenwonen met je vriend of op jezelf zonder huisgenoot? Nou, voor de mensen die het niet weten, ik woon nu op mezelf samen met Dagmar, een van mijn beste vriendinnen. Nu al 2,5 jaar. Ik vind het echt nog steeds super leuk en heel erg gezellig. Dag en ik zijn gewoon heel erg hetzelfde. En
We weten gewoon wat we aan elkaar hebben, zeg maar. En wanneer we elkaar onze eigen ruimte moeten geven. Dus dat is gewoon heel erg fijn. En ik ben ook zeker nog lang niet van plan om hier weg te gaan. Ik weet niet hoe dag maar daarin staat, wanneer ze mij weg wil hebben. Maar ik ben nog niet van plan om weg te gaan in ieder geval. Ik zou denk ik hierna, en ik weet niet in welk tijdslot ik praat, is dat een goede zin? 2-3 jaar of zo, 3 jaar, ik weet het niet. In ieder geval binnen nu 2 jaar nog niet, maar daarna kijken we verder. Zou ik niet in mijn eentje willen wonen. Ik zou dan hierna wel gewoon gelijk, want ik huur dit nu samen met Dagmar. Hierna zou ik wel gelijk willen kijken voor een koophuis. Dan ben ik 26 of 25. Nee, 26 bijna. Nee, 26 ongeveer. Laten we zeggen 26. Als ik 26 ben en ik ga weer weg, zou ik wel heel graag een koophuis willen. En dat wel samen met Stan en niet in mijn eentje. Ik zou niet weten waarom ik hierna in mijn eentje zou moeten wonen. Maar ik vind het dus wel heel erg fijn dat ik dus eerst met een van mijn beste vriendinnen samen heb gewoond. Voordat ik straks echt een huis koop. En dat je echt dat grote mensenleven gaat beginnen, zeg maar. Ik had het niet willen missen. Ik had niet tot mijn 26e bij mijn vader willen blijven wonen. En dan daarna met Stan een huis gaan kopen. Ik vind het wel heel erg fijn dat ik deze tussenfase soort van gehad heb. Ik weet niet. Dit voelt echt, zeg maar. Ik denk dat het in bepaalde steden meer voorkomt dan in andere steden. Om met vrienden of vriendinnen eerst samen te gaan wonen. Ik denk dat het in Den Haag zelf op zich best wel veel voorkomt. Maar ik ken ook heel veel mensen die wel gelijk vanuit huis gaan samenwonen en een huis kopen. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg fijn dat wij ervoor gekozen hebben om samen te wonen, Dagmar en ik. En om dan hierna een huis te kopen. Lekker een hondje. Nee, grapje. Maar wat was de vraag eigenlijk? Oh, ga je samen wonen met je vriend of op jezelf zonder huisgenoot? Nee, het staat niet op de planning. Ik hoop dat het natuurlijk ooit gebeurt met Stan samenwonen. Maar ik wil gewoon eerst even lekker sparen, zodat we gewoon een huis kunnen kopen. Dus je gewoon de indeling kan maken zoals je altijd hebt gewild. En ik zit hier voor nu nog prima. En ik vind dat elkaar missen ook juist wel heel erg leuk. Dat we echt moeten afspreken om elkaar te zien. Dat we soms bij hem slapen, dat we soms bij mij slapen. Gewoon die afwisseling vind ik heel erg leuk. En je neemt elkaar gewoon niet voor lief, zeg maar. Je doet echt moeite om elkaar te zien, om af te spreken, om het gezellig te hebben. En ik zeg niet dat je elkaar voor lief neemt als je samen woont, maar we zijn pas een half jaar samen. Dus ik vind dit nog gewoon een hele leuke fase met dat missen en gewoon dat verliefde. En dan, ik denk als je dan nu al zou gaan samenwonen, dat je alles veel te snel gaat doen. Denk ik. Ik denk dat deze fase van elkaar missen en dat nieuwige ook nog heel belangrijk is. En dat je niks moet overhaasten. Ik ga nog één hapje nemen en één vraag beantwoorden. En dan zit ik gewoon echt bommetje vol eigenlijk wel. Misschien had ik ook die lumpia's niet moeten bestellen, maar ik vind het niet zo lekker. Oh, dit vind ik wel een leuke laatste vraag. Hoe had je gegeten als je een jongetje zou zijn en twijfelde je ouders nog over je naam? Mijn ouders hebben volgens mij wel getwijfeld, ja, bij mijn naam. Tussen Fleur en Joy. En ik heb er echt een tijdje van gebaald. Ik denk toen ik een jaartje of 17, 18 was. Zoiets. Baalde ik er echt van dat ze mij Fleur hadden genoemd en geen Joy. Want ik vond Joy zo'n leuke naam. Maar nu ben ik gewoon helemaal oké en tevreden met mijn naam. Ik vind het prima. En als ik een jongen was geweest, hadden ze me Bo genoemd. Ik vind Bo een hele leuke naam, maar niet per se voor een jongen. En ze wil het ook spellen als B-O, dus niet B-E-A-U. Dus ja, ik weet niet, het kan op zich best wel stoer zijn, maar ik vind Bo denk ik leuker voor meisjes. Ik ben blij dat ik een meisje ben geworden en Fleur heet. Ja, Joy had ook oké geweest. Ik zit echt mega vol. Ik ga de video lekker afsluiten. Ik hoop dat ik jullie weer een beetje heb kunnen updaten over mijn leven en over alles nu. Lekker gegeten. Ik heb nog een beetje over. Ik ga denk ik in de koelkast zetten voor als Dagmar thuis is. Misschien dat is nog een beetje. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een extra video. Vanaf volgende week weer gewoon op dinsdag elke week een vlog. En ik ga proberen. Nee, ik ga niet proberen. Ik ga het gewoon doen. Ook vanaf nu elke vrijdag een extra video. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie in de volgende. Doei.